Ik ben Femme ter Haar en ik heb in 2021 de VIP Westendorp Stimuleringsprijs gewonnen. Het project waarmee ik me heb aangemeld voor de Stimuleringsprijs is het maken van een graphic novel. De werktitel daarvan was toen De lege ruimte om mij heen omhelst me. En ik had het idee om een graphic novel te maken over gemis, over eenzaamheid, over lege ruimte en de verschillende manieren waarop je dat kan ervaren, zowel in jezelf als om je heen. Voor mij is een graphic novel als medium sowieso een heel spannend iets, omdat het eigenlijk nog niet iets is wat heel erg bestaat voor volwassenen. We zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met heel veel kinderboeken en die heb je in alle soorten en maten. Maar ik denk dat heel veel mensen bij een graphic novel toch nog wel denken aan een soort klassieke vorm. Dat het meteen een soort Donald Duck moet zijn of het moet grappig zijn of het is voor kinderen. En ik vind het juist heel tof om die vorm te gebruiken om een verhaal te vertellen wat misschien wel iets meer literaire kwaliteit heeft of wat dieper gaat, wat meer zwaardere thema's aanraakt. En wat daardoor ook echt gewoon een volwaardig verhaal voor volwassenen is. Want ik denk dat het best wel zonde is dat er eigenlijk zo weinig boeken met beeld op de markt zijn voor volwassenen. Ik ben voor het eerst ook heel veel zelf aan het schrijven geweest. Dus taal en tekst is ook echt wel een essentieel onderdeel geworden van het project. Dat was ook iets waarvan ik eigenlijk aan het onderzoeken was of ik dat überhaupt kon, of ik dat leuk vond. Dat bleek ik heel erg leuk te vinden. En de manier waarop ik schrijf is heel poëtisch en ook wel suggestief. De personages waren eigenlijk het eerste wat ontstond en wat in mijn hoofd zat. De vreemdeling die net aankomt in een nieuw land wat nog leeg is en voor hem onbekend. Een jonge vrouw die samenleeft met de schaduw. Een oude vrouw die dementerend is en langzaam de wereld om haar heen aan het verliezen is. En een weduwnaar die zijn vrouw is verloren, maar haar nog wel om zich heen voelt en ervaart. Ja, ik weet nooit zo goed waarom ik echt bij die wat zwaardere onderwerpen uitkom, waarom ik dat zo leuk vind. Ik denk dat het iets te maken heeft met dat het hele ontastbare dingen zijn en dat ik het daarom heel mooi vind om die te verbeelden en ook een fijne uitdaging. Maar ja, me bezighouden met dat soort diepere thema's geeft me toch het meest voldoening, omdat dat ook iets is, denk ik, wat mij drijft als maker. En het boek gaat ook heel erg over het licht en donker wat er in het leven is en hoe dat elkaar, hoe dat met elkaar in balans is. Wat zich natuurlijk ook wel weer heel mooi vertaalt naar een visueel medium. Nou, wat misschien wel goed is om even te vertellen is dat ik eigenlijk vlak voor ik de prijs won al het plan had om naar Noorwegen te vertrekken. En dat heb ik ook gedaan. En dus ik woon nu eigenlijk nog steeds in Bergen in Noorwegen. En ik heb daarvanuit aan het project gewerkt en mijn andere projecten. Ik denk wel dat ook het wonen in Noorwegen wel invloed heeft gehad op wat ik maak. Sowieso denk ik dat de omgeving waarin je verkeert altijd invloed heeft op je werk. Ik ben de jury van de VIP-prijs en sowieso iedereen van VIP, ook bijvoorbeeld Anneke die achter de schermen alles altijd in goede banen leidt. Echt ontzettend dankbaar voor deze kans en het vertrouwen in je werk. Ik denk dat dat ook heel veel doet, dat je het vertrouwen krijgt dat je 2 jaar aan de slag mag met zoiets en zo'n groot budget. Dat doet wel wat met je zelfvertrouwen. En daarnaast zijn er ook een paar hele leuke kansen op mijn pad gekomen doordat ik de prijs heb gewonnen. Onder andere wat editorial opdrachten voor kranten en tijdschriften. Ik heb veel gemaakt voor Flow, waaronder een doorlopende columnserie over het leven in Noorwegen. Ik heb een paar keer een illustratie mogen maken voor de New York Times Book Review, wat ook wel een soort carrière highlight was. De afgelopen 2 jaar zijn er 2 kinderboeken van mij uitgekomen. De eerste is Het begint met een droom in samenwerking met Bab Schons. En het andere is Een ei voor Kip Kaat, wat een lekker luchtig boekje is voor eerste lezers. Een ander heel leuk project wat ik bijvoorbeeld nog heb gedaan is het boek Neighbors dat ik heb gemaakt. Dat is een kort beeldverhaal waarvoor ik ook zelf de tekst heb geschreven. Daarnaast, ik heb ook gewoon een heleboel eigen artistiek onderzoek en boekjes gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een heel schetsboek met alleen maar
primaire kleuren en een heel schetsboek met alleen maar bomen. Nu, na de 2 jaar, wat trouwens echt voor mijn gevoel bizar snel voorbij is gegaan, is het project dus nog niet af, maar ik ben wel heel dichtbij een leesbare versie. Ik wil nog dus heel veel doen qua artwork en nog meer uitproberen. En ik denk op het moment dat ik daar nog net iets meer een beeld van heb, wil ik heel graag op zoek naar een uitgever. Ja, doordat ik eigenlijk nog zoveel andere dingen ook heb gedaan, heb ik ook nog de ruimte om er echt nog wel een tijdje aan door te werken. Dus ik ga er zeker het komende jaar gewoon nog heel hard aan werken. En hopelijk komt er wat concreets uit binnenkort.